Het is vrijdagavond, muziekavond. Welkom bij de Big Music Quiz. Hij is een televisie- en theaterdier met een passie voor muziek. Jurgen Rijman. Tijdens het Eurovisie Songfestival staat hij bekend als de Dutch Hot Guy. Tim Dausma. Zang, componist en multi-instrumentalist. Jet Rebel. Deze man is professioneel grappenmaker, succesvol cabaretier en één van de vier gabbers. Roé Verveer. Een man de vrouw. Ze is stylist van de sterren. Manon Meijers. Deze vrouw is actrice, zangeres, misschien wel een van de grappigste vrouwen van Nederland. Esmee van Kampen. Dit multitalent is ex-K3-lid en musicalactrice. Josje Huisman. En tot slot, de onbetwiste winnares van het laatste seizoen van de beste zanger van Nederland, Tania Cross. Goedenavond en welkom bij de Big Music Quiz, het muzikale begin van het weekend. Acht bekende Nederlanders nemen het weer tegen elkaar op in een swingend programma met swingende spelletjes. En thuis kan iedereen live meespelen met de RTL XL-app, gratis te downloaden en openen om te spelen. Er is ontzettend veel gezocht naar heerlijke hits. Die zijn er ook weer. En ik hoop dat mijn gasten zich goed hebben voorbereid op alles wat er gebeurt vanavond. En dan zeg ik op alles. Welkom iedereen. Thank you. Ha, Esmee. Ik heb een verhaal gelezen. Ik weet niet of het waar is of hoe het precies zit. Maar je hoort niet alles goed, toch? Ja, nou, ja een verhaal. Ik ben geboren met een gehoorafwijking, dus mijn aanbeeld ligt lager, waardoor ik, als er veel ruis is en veel muziek is, dan hoor ik het wat minder. Oh. Maar hou geen rekening, ik ben hartstikke fanatiek hoor. Ja. Misschien ga ik wel winnen. Misschien hoor ik het wel per ongeluk fout en heb ik het goed. Kan ook. En Josje, jij, je hebt natuurlijk een christelijke achtergrond. Je vader is een christelijk leider ook. Ja. Heb je ook meer christelijke muziek in de jeugd gehoord? Of is het heel breed geweest altijd? Nee, wel klassieke muziek, maar ja. En we hebben geen Mozart vanavond. Oh. Ook geen Bach. Oh jee. Ook niet voor Tanja. Nee, toch? Ja, we hebben grote hits gemaakt, hoor. Ja, ja. Best grote hits. Nou, ik was verrast, prettig verrast, ja. Ook dat je niet... bij jou dacht ik aan zangeressen als Christina Deutekom of zo, als voorbeeld. Of Maria Callas, noem ze maar op. Maar je hebt Tracy Chapman. Ja, vind ik zo geweldig. Een prachtige, warme stem en mooie teksten. Ja, ik hou van muziek en toevallig heb ik deze gouden strot. Ja, ja, hè? Maar ik hou van alle soorten muziek, ja. Roé, ja, ja. Wat voor liedjes raken jou? Ballads uit de jaren 70, 80. Ballads? Ballads. En dan in je eentje? Of? In mijn eentje, in de auto en dan... Er zijn nummers waar ik verliefd op word, dus niet op een persoon. Oh. Op dat moment, maar dat je dat gevoel krijgt van verliefd zijn en zo. Dat is de jaren 70, die teksten. En heb je dan één voorbeeld? Nee. Ja, het zijn er zoveel, joh. Als je dat If hoort. If you don't know precies, me by now. You will never, ever know me. Ik kan niet zingen, want ik heb een houten. Oh, echt waar, maar in mijn auto alleen? Ik ga los op die love ballad en ik word er verliefd. Oh. Jet, kan je van je eigen muziek genieten? Kan je zelf je muziek in de auto zetten van jezelf en dan denken, ja? Nee. Nee? Wat luister je dan? Ik luister ook eigenlijk veel 70, 80 ballads. Ik voel dit wel, ja. Ja, maar jij hebt ook heel veel door elkaar. Nou, ja. Jurgen, jij in je theatershow zing je zelf ook veel. Ja, heel veel. Twee liedjes. En zijn er ook mensen waar je door laat beïnvloeden? Artiesten, zangers, zangeressen? Nee, ik hou heel erg van dat oude Nederlandstalige, dus Wim Sonneveld en zo. Dat vind ik, dat vind ik echt een gekke dorp. Dat is echt waanzinnig. Daar word ik helemaal... Ja, als ik dat ook zing voor mijn vrouw, jongen, dan is het direct seks. Met jou? Huh? Met jou? Nou, nee. Maar er gebeurt wel seks. Dus je kent het niet. Wat zei je? Ook langs dat tuinpad. Langs dat tuinpad, voor dat tuinpad, achter dat tuinpad. Nee. Met mijn vader, zonder mijn vader. Goed, we gaan beginnen met de eerste ronde. Speelt iedereen individueel. De twee met de meeste punten worden team captain. Die mogen straks hun eigen team samenstellen. Eén van de twee teams speelt uiteindelijk in de finale. En
Op het einde is er één grote winnaar. En die gaat de boek in natuurlijk als de ultieme muziekkenner. En hij of zij gaat ook naar huis met... Oeh. Wow, let op. Ja, ja. Maar het gaat om de tas. Het is een coolbox met muziek. Ja, ik was... Die krijg je. Dat krijgt de winnaar. Mocht je niet winnen, mocht je dus de finale niet halen... dan heb je wel iets te doen voor de finalisten. Een eerbetoon. En dat eerbetoon is een dansje. En dat is dit dansje. Zo. Ja, die heb ik wel. Die heb je wel, hè? Die heb je wel. Zijn jullie klaar voor de eerste ronde, jongens? Ja. We gaan naar de eerste ronde. De muzikale test is de warm-up. Oké, okay, er komt een groot hit voorbij. Van jullie wil ik de uitvoerend artiest weten. Je kan het opschrijven, bevestig het. Als je het hebt opgeschreven, krijg je 2 punten als het goed is. Als je multiple choice gebruikt en het goed, krijg je 1 punt. Als je schrijft is fout of je multiple choice is fout, krijg je 0 punten. Ah. Hmm. Okay. Heel simpel. Ook als je taalfout maakt? Ook, nee, taalfout is, krijg je extra punten. Oké. Okay. Ik krijg subsidie. Zijn jullie klaar? Ja. En thuis kan ook iedereen meespelen met de app. Dat kan je ook nu doen. RTL XL app downloaden. En dan kan je gewoon meedoen met die eerste opgave. Wie horen jullie hier? Oh, ja. Het is Phil Collins! Jij was heel snel. Jij had echt volgens mij binnen 2 seconden opgeschreven. Je wist het meteen. Nou, dit heb ik wel vaak thuis gehoord, ja. Ja, mijn toch? Ouders zijn wel fans. Mm. Jet Rebel, wat ging er bij jou mis? Of gewoon... Blackout. Blackout, blackout. Ja. Maakt niet uit. Hij zit er niet door die bril toch. Let op, de tweede. Die weet je denk ik wel. Nummer 2, wie is de originele artiest van dit lied? Chris Brown, yeah, 3 times. Wow. Ja, geen idee. Geen idee. Geen idee. Ik ken deze muziek niet. Nee. Niets voor jou? Niets voor me. Ik heb niets met zwarte muziek. Maar Tim, jij wel? Ja, nee, dit liedje heb ik zo vaak gedraaid ook in de club. Ik zelf niet, maar dan hoor je hem heel vaak voorbij komen. Lekkere plaat. Lekkere plaat, heerlijk. Toch? Luister, we gaan gewoon meteen door. Dit is de 3e opgave. Wie is de zanger van deze hit? YMCA. Het is Village People. Oh.
Jij denkt, ik vul niks in. Wat heb ik gedaan? Je hebt niks ingevuld. Hij had dat goed. Ik zag het schrijven. Hij had dat goed. Ik zag hem. Heb je bevestigd? Je hebt niet bevestigen. Jammer, joh. Ik ben niet gewend te bevestigen. Mensen nemen aan wat ik zeg. Je vliegt nooit met SLM daar. Je moet bevestigen. Ik heb Guinness Bible geschreven. Ik dacht, yo, ik moet te dansen. Got this. Village people, bam! Niks, gewoon nul. Gewoon geen punt. Oh, dit wordt een lange avond. Oké, we gaan naar het vierde nummer. Schrijf het op, bevestig het. Of multiple choice, 1 punt. Wie is dit? Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent. Josje! Ik had hetzelfde probleem! Maar Josje! Stromae, ja! Je hebt het goed! Stromae! Hey, ja, ik had het goed! Manon, ben jij in je vorig leven huisarts geweest? Nou, dat, ja, wat staat mijn handschrift is inderdaad... Wat staat daar? Stromae. Het lijkt op mijn recept voor Viagra. Nee, hier staat wel Stromae. Er staat Stromae. Meneer Tan? Ja, meneer Roé. Er is iets raars aan de hand. Vertel. Ja. Dus ik schrijf Stromae. Mm-hmm. Het is Stromae. Ja, dat gaat dat fout. Dat gaat dat fout. Ik vind dit geen leuk spel. Zullen we gaan kijken wat de score is tot nu toe, jongens? Ik denk dat Manon het erg goed doet, want Manon... Jezus, hè. Oh, Manon. ...heeft 8 punten. Oh, shit. En jullie doen het ook goed. Dank je wel. 2 punten voor Roué, 3 punten voor Jet Rebel, 5 punten voor Tim en 2 punten voor Jurgen. En daar 4, 3 en 4 punten. Degene met de hoogste score worden dus team captains. Het wordt wat moeilijker nu. Je krijgt geen hulp van multiple choice. Oh. Maar daarvoor in ruil krijg je wel, als je het gewoon goed opschrijft, 4 punten. Dit is mijn ronde, dit is mijn ronde. En de vraag is simpel. Wie is dit? Nou. Manon, zeg jij maar wie het is. Ik vergeet heel veel. Dit zingen we altijd onder de douche. Dit is Guus Meeuwis. Guus Meeuwis. Het onderwerp, het en het regen, brengt ons dieren. Dus kom maar op, we zuipen als de enige manier. Om de juiste koers te halen, de wind in onze rug. Je hebt het volle keer, we zoeken weg om het terug. Wat heb jij nou opgeschreven? Wat schreef jij op? Nou, ik dacht eerst land van Maas en Wal, B, Boudewijn, maar toen dacht ik gewoon Hossen. Hossen? Hossen, ja. En Tanja, wat gebeurde bij jou? Ik bleef steken bij die teksten la la la. En ik kon echt helemaal niet uitkomen wie dat aan het zingen was. Danny maar Christian. Deze hit is me totaal ontgaan. Die heb je gemist, deze hit? Ik hos niet vaak. Nee, oké. Okay. Nee. Even kijken bij jullie, bij de vrouwen. Dan zie ik 3 punten voor Josje. Dan zie ik 4 punten voor Tanja. Dan zie ik 8 punten voor Esmee. En 12 voor Manon. Manon is teamcaptain, Jet Rebel 3. Dan hebben we 2 mannen met 6 punten. Dat zijn Roé en Jurgen. En Tim heeft 9 punten. Je bent teamcaptain. Yeah! Tim en Manon, blijf zitten. De rest komt bij mij staan. Oké. Okay. Je mag eentje opschuiven, Tim. En de bedoeling is dat jullie dus nu je eigen team samenstellen. Manon, jij mag als eerste kiezen. Ik wil heel graag naast Esmee blijven zitten. Esmee, ja. Ga je gang. Tim. Josje. Josje. Ja, tuurlijk.
Manon. Jurgen, alsjeblieft. Jurgen. Ik ben voor je. Tim. Tania. Tania. Oh. Ik had gewoon 6 punten. En Jet. Yes. Oké. Goed, de teams zijn bekend. Team Manon en team Tim. Manon, volgens mij heeft in deze zin nog niemand in de eerste ronde zoveel gescoord als jij. Ja. Oh, yeah. Tim, jouw team. Dream Team. Dream Team? Dream Team, zeker. Waarom is het Dream Team? Nou, ik denk dat wij genoeg geheime wapens hebben. Jelte moet nog een beetje loskomen. Die doet straks komt zijn zonnebril af en dan komt alles goed. Goed, maar voor het volgende spel is er weer een heerlijk muzikaal gezelschap. Naar de studio hier. Want we spelen Crazy Covers. Yeah. En bij Crazy Covers worden hits, grote hits, zo gespeeld op een niet-alledaagse manier, zodat je het heel moeilijk kan herkennen. Wie is de originele artiest van het nummer dat jullie horen? Jullie kunnen weer drukken. De eerste 7 seconden kan je niet drukken. Dan is het voor thuis, voor de mensen die de app hebben gedownload. Maar daarna wordt het wit, dan kan je drukken, dan kan je antwoord geven. Oh, drukken. Mocht je nou het antwoord niet goed hebben, dan mag de overkant het proberen. Oké. Oké? Oh, okay. Ja. Maar als je drukt, moet je wel het antwoord geven. Anders ga ik meteen naar de overkant. Artiest. Oh. Goed. En zij maken alle Crazy Covers een swingertfeestje. Hier is Earthquake Brass Band. Samba feest nog gewoon even door. Dus graag tot zo bij de Big Music Quiz. Beto, ja? Mag ik een extra puntje? Nee. Jawel. It's a ring. If you like it, then you should have put a ring on it. Snap je? Volgens mij weet je niet. Het is een ander lied, maar ik vond het leuk. Dit... Ja, welkom terug bij de Big Music Quiz. Deze twee teams strijden tegen elkaar voor een plek in de finale. Nou, de Brass Band heeft nog een grote hit voorbereid. Ik wil de originele artiest van het nummer horen. Ja. Eén van de artiesten is goed. Het is geen Sister Sledge, die hadden we net gehad. Ah. Earthquake, klaar. Oké, komt ie. Spelen maar. Kijken we even naar de score. Het team van Manon, goed gedaan bij de eerste keer. 2 punten en ook jullie hebben 2 punten. Oh,
dit is een spel waarbij mensen die wel eens geweigerd zijn in een discotheek zich heel goed zullen herkennen. Ik weet niet of er mensen bij zitten bij jullie. Wil je wat zeggen? Maar ken je dat gevoel dat je naar binnen wil, maar je kan niet naar binnen? Nee, ik denk wel dat ze dat kennen, dat ze naar binnen willen. Ik heb het thuis nog regelmatig. Ik word nog steeds geweigerd. Oh, we gaan naar het spel Club Sounds. Club Sound is het gevoel, je staat buiten bij een discotheek. Je hoort flarden van de muziek binnen. Af en toe gaat die deur open en dan hoor je de muziek. De bedoeling is dat je ook hier weer artiest raadt. 7 seconden kan je niet drukken op de knop. Zodra je het weet, druk op de knop. Iedereen kan meespelen, dus zijn jullie klaar? Ja. Dit is de eerste opgave. Dit wordt hem, hè? Heel goed, Anne-Marie! Dit is nou precies zo'n nummer. Je kent het nummer wel, maar wie zingt het ook alweer? Ja, ze draaien het bij mij in de sportschool. Dus ik hoor... zit op de sportschool? Ik zit op de sportschool. Ja, okay. Mijn moeder zei, ga toch iets afmaken. Ja, dat... En ook dat lukt niet. En dan ben ik bezig. Nee, het gaat niet. Maar ik ben bezig en dan hoor ik dat nummer elke keer. Want ze hebben een soort playlist. Ja. En dan zeg ik... Tadadada. Geen idee wie het zingt natuurlijk. En nu weet je het wel. Nog steeds niet. Ja. Anne-Marie. Anne-Marie. Anne-Marie wie? Ja, dat is het. Luister. Wie is de volgende? Deze kennen jullie allemaal. Oké. Cent is goed. Ik vind het mooi hoe Esmee die groove pakt. Esmee pakt die groove gewoon zo. Heerlijk, lekker, chill. 50 cent, was goed. Heel goed, gedaan van jullie. Zullen we kijken naar de score? Naar team Manon. Hoeveel punten hebben jullie? 2 punten en 6 punten voor team van Tim. Hier is de allerlaatste club sound. Wie is dit? De Gypsy Kings. Goed! Bamboleo! Bamboleo! Porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo! Bamboleo! Porque mi vida yo la aprendí a vivir así. De score na deze ronde voor het team van Manon met deze Gypsy Kings 4 punten. En voor het team van Tim nog steeds 6 punten. Die staan bovenaan. Heel goed. Ja, hier behoorlijk wat podiumbeesten, kan je wel zeggen. Tania Kloss, je hebt ook zo'n podiumbeest. Wel iets anders dan de anderen, denk ik. In een heel ander circuit ook. Ja. Hoe was het met de beste songs van Nederland? Ik bedoel, dat goed gedaan, gewonnen, eigenlijk heel erg veel gewaardeerd. Ja. Wat voor reacties kreeg je? Ja, eigenlijk dat mensen naar me toe komen en allemaal zeggen... ik heb zo moeten huilen. Ja. Ik heb zo gehuild, volwassen mannen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Oh, sorry. Nee, maar ik vind het leuk dat ik toch met zo'n klassiek geluid... een gevoelig staartje ook... Ja.
gaan tokkelen bij de mensen hun hartje. En dan ook duidelijk maken dat er meer is dan alleen maar popmuziek, maar dat je dat ook kan combineren. En ik ben heel blij dat ik daarmee heb gedaan. Ja, zeker. Josje, jij bent met een album bezig. Ja. Een Nederlandstalig album. Klopt. Ben je klaar? Het begint erop te lijken, ja. Kan je daar iets van zeggen al? Wat voor stijl? Het is een beetje, ja, het is sowieso popmuziek. Maar ja, het is moeilijk. Als je het hoort, dan snap je het wel. Maar het is, ik praat er niet graag over. Ik wil het liever gewoon laten horen. Maar ja, moet nog een beetje geduld hebben. Als ode aan alle nieuwe dingen waar jullie het publiek dit najaar mee gaan vermaken, is het thema van de volgende ronde Rocking the Stage. We spelen de Personal Playlist. Deze ronde spelen jullie weer op de tablet. Je hoort een hit van een artiest die regelmatig rookt op het podium. Je schrijft de naam van de artiest op. Dan kan je 2 punten verdienen. Weet je het niet? Multiple choice. 1 punt. Welke artiest is dit? Dit nummer is 33 jaar oud. Golden Earring. Ja. Het is een goede ronde, want iedereen heeft het goede antwoord. Kijk maar even mee naar het team van Manon, hoe de puntenverdeling nu is. In totaal hebben jullie bij elkaar nu 11 punten. En het team van Tim, 12 punten. En de hits komen gewoon allemaal voorbij in dit programma. Wie is de artiest van deze hit? Crazy in Love, Beyoncé! Ja. Mag ik een extra puntje? Nee. Jawel. Je hebt JC erbij. Ja, want ze heel knap. Samen. Applaus voor Josje. Maar straks bij de combinaties heb je ook maar 1 van de 2 nodig, bijvoorbeeld. Oh. Dus ik zou het niet willen als ik jou was. Ik word heel ambitieus. Ja, je wordt ambitieus. Ja. Beyoncé is echt goed. Maar ik ben wel nieuwsgierig, Esmee. Wat heb jij daar opgeschreven nog erbij? Wat is dat? Het is een ring. If you like it, then you should have put a ring on it. Snap je? Volgens mij weet je niet. Het is een ander lied, maar ik vond het leuk. Ik heb tijd. Misschien kan je ook zoiets verzinnen bij deze hit. Wie is dit? De Rolling Stones. Jullie gaan goed. Iedereen heeft het goede antwoord. Ik denk wel dat ik daar 1 multiple choice zie. Dat heeft consequenties voor de score. Want het team van Manon heeft op dit moment 26 punten. En het team van Tim 28 punten. Je hebt nog 1 kans in deze ronde. Nog 1 keer in deze ronde. Welke artiest horen jullie hier?
uit 1979. Kiss! All I want is play for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? Jij was snel, Jelte. Een kiss is fout. Even eerlijk. Nee, antwoord. Maar er zit ook geen gum bij of zo. Dus je kunt Kiss is, ik vind kiss goed. Er staat één punt kiss bij. Ja, jawel, maar het is goed. Waar is die kabelliefde? Waar is die kabelliefde? Nee, maar ik ben extra streng juist. Maar Tim, Tim, jij zei al aan het begin van dit spel van, nou, die Jelte komt straks wel op stoom. Ga in wapen, hè? Echt, hè? Ja. 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 Lekker, hoor. Lekker. Maar ook bij de eerste toon al meteen. Vanaf Village People ben ik gewoon. Er is nog één kans om de finale plek binnen te slepen. Laat ik even kijken naar de tussenstand zoals het nu is. Kijken we meteen hoe de 34 punten voor team Manon, 36 punten voor team Tim. Maar zoals bij een spelletje hoort, er kan nog van alles gebeuren. Zeker bij de Double Mix. Dit is een ingewikkelde. De Double Mix. De band, de coverband, speelt straks een nummer. De tekst is van één nummer. De muziek is van één nummer. De bedoeling is dat je beide artiesten raadt. Dus wie is de artiest van de tekst? Wie is de artiest van de muziek? Okay. Hier is onze coverband, dames en heren. En let goed op. Roundabout Now! Ik ben nieuwsgierig. Oh, ik heb een hardloop. Welke twee artiesten hebben jullie opgeschreven? Kylie Minogue en Take That. Welke twee? Ruth Chakot en Kylie Minogue. Welke twee zal goed zijn? Het is... Nee, het is allebei fout. De melodie die hoorde was van Take That. Yes! Oh. En de tekst die hoorde was van Kylie Minogue. Maar luister, welk liedje van Ruth Chakot dachten jullie precies? Hartslag, veel te snel. Het was in het Engels. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ze hebben mij geen kans gegeven om te reageren, hoor. Want, ik had Kylie Minogue en Tom Jones, maar dat is het. Welke van Tom Jones? Maar, okay, nu Seksbom zeker. Seksbom. Ja. Nu weet je hoe het gaat. Okay. Ze hebben nog dit vind ik heel leuk. Waar is mijn één liedje, ook weer melodie en tekst van twee verschillende artiesten. Welke twee artiesten hoor je in dit nummer? Bad.
Team van Manon, wat hebben jullie opgeschreven? Anita Meijer en Barry Manilow. Anita Meijer en Barry Manilow. Wat hebben jullie opgeschreven? Anita Meijer. En de Kappa. De melodie. De melodie is van Anita Meijer. Oké. Okay. Ja, dat was echt simpel. De tekst. Barry Manilow. Ah! De score van Team Manon en de score van Team Tim. Team Manon heeft 37 punten, Team Tim 39 punten. En dat betekent dat Team Tim naar de finale gaat en Team Manon... Dansen! We zijn zo weer terug, dus graag tot zo. Dat blijft allemaal plakken. Je zei volgens mij Lady Gaga. Ja. En het was Rihanna. Nee! Dit. Welkom terug bij de Big Music Quiz. Team Manon werkt zich backstage in het zweet om straks ons te verrassen met een stukje uit Single Ladies van Beyoncé. En voor team van Tim is nu iedereen voor zich. Jullie gaan alleen spelen, want wie wordt de grootwinnaar van de grote finale? Ja, ieder van jullie krijgt straks een playlist. En dan moeten jullie proberen in 45 seconden zoveel mogelijk artiesten goed te raden. Een goed geraden artiest is 1 punt. Weet je het niet, zeg pas. Dan komt er een nieuw nummer. Ja. 45 seconden lang, zoveel mogelijk nummers. Ik begin bij Jelte. Het is heel eenvoudig. Okay. En die playlist heeft een thema. Computers, laten we even kijken wat je krijgt, Jelte. Ja! Love songs. Okay, ben je klaar? Ja, lava. 45 seconden. En als je het niet weet, zeg pas. En dan komt een nieuw nummer. Ga je gang. John Legend. Goed. Bengals. Goed. Extreme. Goed. Pas. Pas. Bruno Mars. Goed. Bas. Bas. She's okay, and I'm alright. She's away. Bas. Bas. Don't tell me it's not what I'm trying for. Ken je Jelt? Ken je? Brian Adams. Goed. Mag nog. Mag nog? Mag nog. Temptations. Goed. Wat heb ik? Zes punten. Zes punten. Is dat goed? Zes punten is oké. Okay. Oké. Okay. Ja, ben jij nou aan de beurt? Tanja. Hallo. Jij mag al je antwoorden zingen. Ah, ik vind het spannend. Zullen we kijken wat voor categorie jij krijgt? Divas. Oh, nou, dat kan je. Oké. Het zijn echt de grote der aarde. Oké. Okay. Ben je klaar? Oké. Okay. Als het een samenwerking is, één van de twee is genoeg, hè? Eén. Oké, okay, ja. Je zoekt niet allebei. 45 seconden voor Tanya Cross. Alicia Keys. Oh, pas. Pas. Barbra Streisand. Pas. Gaga. Rihanna, goed. Ja. Pas, pas, pas. Pas. Asha. Goed.
Christina Aguilera. Goed. Kom. Aretha Franklin. Goed. En Tanja, volgens mij heb ik iets goed gerekend wat fout was. Je zei volgens mij Lady Gaga. Ja. En het was Rihanna. Nee! Ik verstond, ja. Ik dacht Rihanna. Maar je zei Lady Gaga, dus je hebt 5 punten. Oh, cool. Goed, hoor. Respectabel, respectabel. Dat is schrikken, hè? Dat is schrikken. Josje. Ja. Jouw thema. Nummer 1 hits. Oké, okay. Zijn alleen maar K3 liedjes. Opluchting. Nee, toch? Ja. Appeltje eitje, okay. Echt waar. Ja. Echt. Oh, ik moet niet zeggen. Dan gaat hij. 45 seconden, ook voor jou. Praat Nederlands met me. Ronnie Flex. Oh nee, Ronnie Flex. Ronnie B. Ali B. Nee, hoe heet het? B. Kenny B. Goed. Fireflies, pas. Michael Jackson. Pas. But you only need the light when it's burning low. Passenger. Waarom fluister ik jouw naam? Wat? Weet ik niet, pas. Pas. You can try to hide from my. Hoe heet dat weer? Jodie Ugly. Pas. Pas. Liedjes. Ja, het kan verkeren. Lastig. Oh ja, dat was die, lastig. Ja. 2 punten voor Josje. Oh, Josje! Oh, ja, moeilijk. Oh. Ja. Dan, de teamcaptain. Oeh, waar maak ik je blij mee, teamcaptain? Ik pop Nederlandstalig. Pop Hoog. Nederlandstalig? Ook een beetje. Nou, laten we kijken. Hossen. Dat blijft aan me plakken, hè? Doe het op van. Ja, dit wordt helemaal niks. Jij was de hunk. Ja, ik heb alleen punten gegeven. Jij was de mooi boy. Ja, mooi boy. Ja. Ik zeg op alles gewoon doe het op van. Ja, oké. Als je het niet weet, pas doe het op van, dan gaan we door. Ja, dat oké. Nationale en internationale instellingen voor het Eurovisie Songfestival. Help me, jongens, help alsjeblieft. 45 seconden voor Tim nu. I'm going nowhere and I'm going fast. Dit is Delmo. Is het lang genoeg? Pas. Ritje komt goed. Jeltien. Goed. Pas. Sineke. Goed. Pas. Congratulations. Pas. Het is weer goed. Pas. Anouk. Te laat. Te laat. Dat betekent... dat Jelte heeft gewonnen! Yeah! Jelte! Kijk! Oh! Team van Manon! Zieke ladies als eerbetoon voor de winnaars! De Big Quiz, ik zeg tot de volgende keer. Tot ziens!
Dit